Ooit was Jan Ingehoven een van de origineelste componisten van zijn tijd. En vandaag de dag is iedereen hem vergeten. Dat van die originaliteit verzin ik niet zelf. Tijdgenoot Matthijs Vermeulen noemde hem in vele opzichten groter dan Arnold Schoenberg. Na zijn dood in 1951 werd de muziek van Jan Ingehoven nauwelijks nog uitgevoerd. En hoe onterecht dat is, dat hoort u zaterdag 6 februari in Splendor aan de Nieuwe Uilenburgerstraat in Amsterdam. Tijdens een nieuwe aflevering van het Weeshuis van de Nederlandse Muziek. Dan spelen Frank van der Brink, Frans van Rut, Julia Hartig, Ingrid Geerlings en Jos Lammersen prachtige laatromantische kamermuziek van Jan Ingehoven.